Hey mensen, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Nou, zoals je ziet, we zijn in Zweden. Mooi Zweeds huisje achter ons. We zijn deze keer met twee boten. Mijn eigen boot mee en de boot van Jeroen. Met vier man. We gaan een beetje roleren de week. Hoe lang de week duurt. En we gaan weer lekker vissen in Zweden. We gaan weer proberen wat mooie vissen te vangen. En er weer een mooi avontuur van te maken. Ik ga jullie uiteraard meenemen. Ik ga jullie alles laten zien deze week. En laten we zien wat het gaat brengen. Nou, dit is dus het uitzicht. Ik sta dus op de veranda van het huisje. Het huisje hebben we dus online geboekt. Er zijn verschillende soorten organisaties van wie, via welke je kan boeken. Ik zal die organisaties even onderin de beschrijving toevoegen. Als jij een keer naar Zweden wil en je wil op eigen houtje een huisje boeken, kan je dus via een van deze organisaties dat dus doen. Je kan kiezen dus in welk gebied je gaat vissen. En naarmate je het gebied hebt uitgevogeld, kun je dus daar een huisje uitzoeken met een van die organisaties. Nou jongens, boot getraind. Allemaal gasten liggen daar. Daar zitten we met het huisje. We gaan lekker vissen. Eerst een paar uurtjes gaan we maken. Onwijs veel zin in ook. Ziet er super goed uit. Weer is goed. Zonnetje met een kabeltje op het water. Nou, kan eigenlijk niet beter. Dus we gaan snel beginnen. En we gaan kijken wat het gaat brengen jongens. Let's go. Hier, een tangetje ligt natuurlijk goed voorbereid. Nee, die ligt niet. Maar goed. Ja, wel een mooi vis. Daar ben ik wel blij mee. Ja, 100%, het is een leuke vis. Silla glider. Overboord. Nou jongens, prachtige mooie vis. 86 centimeter. Op de Silla jerk. We gaan hem even releasen. In het kraaghelderde water. Prachtig. Oh, lekker zeg. Ik denk zelf lekker zeg. Mensen, dag nummer 2. We gaan weer lekker een dag knallen. We gaan lekker op het ondiepe vissen op dit moment. Het is best wel harde wind. Dus we
We gaan de ondieps afgooien met jerkbaits. We gaan kijken of we daar wat mooie vis kunnen vangen. Als de wind later de dag voordat het wat afzwakt, gaan we naar buiten. Gaan we op de blokken vissen. En kijken of we daar wat kunnen arresteren. Maar in ieder geval beginnen op de ondieptes. Het is heerlijk weertje, zonnetje met een goed kabeltje erop. Dus het gaat helemaal goed komen. Hanne? Lekker ouwe. Zeker iets beter. Leg hem voor het anker. Kan je gewoon focussen. Ja, pak hem net maar. Daar is die 90. Hè? Huh? Ja, dat denk ik wel. Ja, ja. Op. Yes. Mooie vis hoor. Mooie vis ouwe. Helemaal weg die met me, hè? Oh, hij buikt ze erop jongen. Ik ben benieuwd wat hij doet. Zo. Ah, het is echt een tekening alvast, dat zeg ik alvast. Echt een brute tekening. Moet je kijken, wat een plaatje gek. Ja. Goeie. Zijn we aan je? Is dat mooi hè? Doe maar even scherp voor de zekerheid. Snel al. We zijn heerlijk aan het vissen in Zweden op de ondieptes. Het is echt, het loopt lekker door. Ik denk dat dit al vis nummer 12 is uit mijn hoofd. Misschien 13. 13, ja, het zou goed kunnen. Zilla Jerk en de McMee, dat zijn de toppers vandaag. Die leveren gewoon echt goed vis op. Nou, zoals jullie al hebben kunnen zien, Jesse had net een super mooie vis van 96. En ik denk dat hier mijn eerste 90er van de vakantie aankomt. Kijk eens aan. Ja, ja. Plaatje ook hoor. Eerste 90er denk ik voor mij, als ik het zo hier mag schatten. Ja, dit had hij wel. Super mooie vis. Zweedse parel noemen ze dat. Nou. Dan zeg ik ook 96. Gat. Heel lekker rustig. Maat. Wat wil je nog meer? Oh, dit is toch een genieten, man. Boom. Oh, echt een top weer hebben vandaag. Zonnetje, goed kabeltje op het water. En we vangen gewoon goed vis. Dat is echt top.
Zo mensen, nou, we hebben echt een heerlijk dagje gehad. De ochtend was echt helemaal los. Vingen we echt een hoop snoep achter elkaar. Uiteindelijk ook nog een paar mooie, een paar 90's erbij, dus super. Nou, daarna viel het een beetje stil, de wind ging eruit en het was eigenlijk ja, gewoon om nergens meer een vis te zien. Eind van de middag kwam toch weer de wind door. We kwamen toch op de stekker waar we 's ochtends actie hebben gehad, zijn we teruggegaan. En we kregen vrijwel meteen weer actie. Dus dat gaan we in ieder geval straks na het eten nog even doen. Dus we gaan nu even lekker hapje eten. En dan gaan we straks na het eten toch even de hotspots van vanmorgen afvissen. Kijken of we nog een leuke vis kunnen vangen. Dus nou goed, nu even een hapje eten met de mannen en dan gaan we daarna weer lekker verder. Ik dacht al, hier kan het wel gaan gebeuren, want je ziet in één keer die plantjes. Laten we het even zien. Ja, ze weet te snoeken. Oh jongens, kijk eens even. Wow, wat een vis. Ja. Hele mooie. Ja, ik mis al meteen na het eten in worp, mis ik al meteen twee aanbeten. Ik zag deze er achteraan komen en hij schoot ineens er langsheen. Doorgevist. Poh. Wat een vis. Nou jongens, 99 centimeter. Net geen meter, maar dat mag de pret echt niet drukken. We zijn lekker aan het vissen vandaag. Moesten we even een paar keer sloegen we mis. Maar uiteindelijk kreeg ik een hele mooie volger achter de Zilla glider. En hij pakte hem echt een paar meter voor de boot. Ging hij vol overheen. Echt een mooie vis. Ik ga hem even erbij pakken voor jullie. Kijk, is even aan. Dan moet je hem altijd even ondersteunen. Maar kijk jongens. Oh, hoi, hoi. Nou jongens, we hebben even een mooi fotootje gemaakt als een mooie herinnering. Gaan we hem gauw terugzetten.
Oh jongens, wat een beest. Gaat er wel weg hoor. Heel makkelijk. Maar ik kom wel goed met hem denk ik. Oh, lekker zeg, ja! We hadden van een van onze vissersvrouwen hadden we een heel klein, ja, het is het zakje meegekregen. Daar zit wat in en als er een meter wordt gevangen, dan mag je die openmaken. Dus ik ga hem eens even kijken wat voor lekkers ons is gegund. In de andere boot is hij inmiddels ook al gesneuveld. Dus we gaan kijken. Oei! Ja, we hebben meerdere keuzes, dus ik ga ze even op de rand zetten. Dat is 43. Jack Daniels. Jägermeister. Malibu. We hebben een... wat is dat? Party shot. Party shot. Een Flugel. En een Oenderberg. Nou, wat gaan wij doen? We hebben geen dobbelsteen hier, hè? Dus ja, ik moet even snel improviseren hoe we dit doen. Ik denk dat zo'n heel flesje wegtikken toch net even te gek is. Dus misschien moeten we er eentje delen. Dan hebben we allebei hetzelfde. Ja, dat is goed. Heb je een voorkeur? Nee. Nou, ik heb zeker wel voorkeur. Nee, ik heb zeker wel voorkeur. 8. Hij is 1,08 meter. Ja. Dan pakken we die. Ja. Dat ja. Lijkt me goed. Nou. Oh, daar gaan we dan. Proost, ouwe. Op twee crackers. Cool. Weet je eerlijk? Weet ik niet. Zometeen niet meer. Ja. Kijk eens even. Proost. Wat een goede assistentie. Oh man, ik voel me helemaal glijden. Oh, honing. Lekker ouwe. Lekker ouwe. Wow. Wow. Zo jongens, daar gaan we weer. Bas is inmiddels al begonnen. We weten al even te harken. Het is een lekker dagje vandaag, iets minder zon. Vanmiddag komt er misschien nog een beetje regen. We gaan eerst stuk, tweede stuk misschien even gooien en daarna gaan we even trollen. Dat was gisteren ook wel goed. Dus we gaan het weer proberen vandaag. Bas is ondertussen even met z'n... Voor de pruik er aan het uithalen. Zo begin je de dag. We hebben ook griep. Begin de dag met een pruik. Ja? Was gisteren gezellig of niet? Gisteren was gezellig. Vandaag is het niet vroeg. Nee, is niet vroeg, nee. Maar als je laat piekt, hoef je niet vroeg op. Dat is waar. Jij in principe? Ja. Hij volgt wel. Ja. Maar hij is ook wel beïnvloedbaar hoor. Ik vang één vis die, hoor het? Swim 15, boek swim 15 erop. Lekker man. Oeh, wat een mooie aanbeet. Ja, dat was zeker een lekkere aanbeet, ja. Het tok er gewoon heel hard op. Visje toch? Heel rood bijna. Ja, die...
Godverdomme, jongen. Zilla. Zilla is helemaal weg. Oh, gaat springen, denk ik. Helemaal eroverheen, hè? Ja. Wordt helemaal assistentie, denk ik. Ja, moet, dit wordt wel even... Dan krijgen we, zeg maar, die knippen. Moet je kijken, jongen, hoe die eroverheen zit. Hij zit hier achter zelfs vast, hè? Ja. Thanks. Ja. Zo, nou. Nou, plaatje af, is het. En let's go. Oh, plaatje aan, ja. Kijk eens, jongen. Toch leuk? Zeker, man. Aan te pieken in windkracht 4, maar het levert wel goede vis op. En naar beneden. Hoppakee, lekker ouwe. Bam! Zo jongens, het was een vrij heftig dagje vandaag. In de ochtend ging het toch wel. Wel wat wind, maar het was prima te doen. Maar ja, de loop van de middag begon de wind aan te nemen en ja, het stond op een gegeven moment best wel hoge golven dat we hebben besloten om af te haken. Ik bedoel, het is ook niet meer veilig met zulke hoge golven, je hebt geen controle meer. Dus we zijn lekker naar het huisje gegaan en hebben daar lekker met z'n allen gegeten. Nou, zoals je nu wilt zien, het is nog steeds onstuimig, best wel wind en regen. We hebben besloten om morgen naar een ander water te gaan, of een ander deel van het water, iets meer beschut. Kijken of we daar dan wat beter kunnen vissen. We gaan dan morgenochtend de boot traileren. De boten liggen nu nog aan de steiger. Maar die gaan we morgenochtend even traileren en dan gaan we dat andere stuk bevissen. Dus voor nu sluiten we af en dan zien we jullie morgen weer.